hem weer. Ik heb weer een nieuwe, crossbox gemaakt. En ik heb voor deze keer mijn dochter meegenomen. Dus heb je een kind thuis, laat die lekker meedoen. Komt helemaal goed. Wat je eventueel nodig hebt, hè? Los. Een zwaar boek, eventueel. Of meerdere. Een stoel. En eventueel een stapel cursus of een stapel boeken. De rest volgt vanzelf. We gaan 4 power sets doen. Met elk 3 oefeningen van 30 seconden en 30 seconden rust. En iedere set gaan we 3 keer doen. En dat was Mees. Die komt ook gezellig mee. Die zullen we vast nog wel vaker zien. We gaan beginnen met een warming-up. Ik zet de muziek even wat harder. Gaan we eerst naar een prisoner squat. Dus de armen gaan achterhoofd. En dan zakken we op de tenen. Gaan we 15 keer doen. Vijf. Kom op die tenen. Navel in. Weer de bal geen samenkrijgen. En 10. Nog 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En nog 1. Dan gaan we een stabilisatiesprunch maken. Dus we stappen naar voor. Terug. Zij. Terug. En dan draai naar achter. En terug. Andere been. Voor. Terug. Zij. Terug. Naar achter. Heel goed terug. Top. Gaan we nog 2 keer doen. Met deze been. Naar voor. Naar rechts. En draai door naar achter. Andere been. Voor. Opzij. Pas op dat je elkaar niet voor de voeten loopt. En draai door naar achter. Gaan we 1 keer doen. Naar voor. Terug. Zij. Terug. Door naar achter. Wisselbeen. Opzij. En links. En naar achter. Heel goed. Jumping jacks. Goed zo. 3, 4, 5, nog 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed. Hoort er allemaal bij, dat hebben we thuis natuurlijk ook. 15 jump squats. Als je landt, ga je naar rechts, naar links. Omhoog. Blijf op, kom op. Rechts. Links. Gaat het goed, Bert? Nee, ik zo niet. Vind ik moeilijk. Maar het doet hartstikke goed. Ik heb alleen nou de tel niet bijgehouden. Doen we er nog eentje? Hoppatee. Nou al uit adem. Ja, de eerste power set. We gaan beginnen met een lunge, rotatie, wisselbeen en een rotatie. Dat kan eventueel met het boek erbij. Je hebt extra gewicht. Ik heb ook een lekker dik boek bij me. We gaan dan 30 seconden ice skaten. Dus we gaan van rechts naar links. Neem je arm lekker mee. Jump op. Hop. De volgende oefening is een squat jump. 1, 2, 3. Omhoog. 1, 2, 3. En dan 30 seconden rust. Ik maak het even een test uit. De meesten staan helemaal goed mee te doen op de achtergrond. Oké. Okay. Ga ik de tijd aan zetten? Wat kan je met het? Harder. Ben je klaar voor het? Pak je boek. En met een lift met rotatie. Get ready. Stap uit. Rechts, links, terug. Wisselbeen. Links, rechts, wisselbeen. Goed, punt. Zij op de hand van de tijd. Deze oefening.
aangespannen. Buik is aangespannen. Knie goed naar de vloer. En terug. Terug aan de kant. Ijsskaten. Pas op dat je met kruin in de weg zit. Heel goed, Buk. En hup. 15 seconden. 10. Hou vol. Hou vol. Heel goed, meis. Ja. Ja. Spat je. 3 keer veren. 1, 2, 3. Squat. 3 keer 4. 1, 2, 3. 5 seconden. 10.
in de mouwen zet. Daar word je nodig. De stoel zet je iets verder weg. Wat je zet we hier. Oké. Oké. Wat we gaan doen. Is dippen. Je handen maar op de leuning van de stoel. Je boek erbij op. Maar hoe makkelijker. Dus begin wat makkelijker. Ellebogen naar binnen. En zak hem maar zo ver als je kan. Ga door je ellebogen, niet door je schouders. Mooi ellebogen. Vind je het te makkelijk? Heb ik nog een andere optie? Kom maar eens even hier. Kom maar eens even op je schouders zitten. En hey, daarvoor zijn jullie er ook handig, hè? Nu hoef je niks te doen. Dus dat kan ook nog. Kom maar, kom op. Opdrukken. En dan gaan we als volgt doen. Vanaf de knieën of van de tenen. Zakken. Tik aan. Tik aan. Laag. Tik aan. Tik aan. Laag. Nou, dat is wel duidelijk. De volgende oefening die daarbij hoort. Is een plank. Dus let op. Elleboog om je schouders. En vasthouden. En dan weer 30 seconden rust. Ja, gelukkig. Ja. Oké, okay, we gaan beginnen met dippen. En zak maar. En zak. Even de triceps laten werken. Mensen, kom op. Kom op, 10 seconden nog. Navel in. Hou je navel in. Goed aanspannen die buikspieren. Nog 3 seconden, kom op. Oké, okay. We gaan flanken. Elleboog onder de schouders. Billen aanspannen. Buik uitspannen. Nek in één lijn met je rug. Hou vol. 10 seconden. 3, 2, 1. Rust. Oké. Gaat het goed, liefie? Ja, dat gaat goed. Motiveer de kindermomenten, hè? Kom op. Kom, het is best zwaar.
knie aan. Tik aan. Naar de grond. Buik aanspannen, jongens. Probeer een vuistje op je tenen te doen. Als dat niet lukt, ga je gewoon op je knieën. En zak. Van je schouders. Nek in één lijn met je rug. Waar ik er binnen aan gesprongen. Go! Hou vast. 10 seconden. Hierna nog één ronde. Houd je vangers!
Dankjewel. Mag ook een klaarstaan, want je zei veel. Tik, tik, tik. Zorg voor deze oefening wel. Met je vuisten of je handen recht onder je schouw zit. Niet te ver naar voren, niet te ver naar achter. Kom op. Kom, kom. Oh.
buik. Laatste ronde. Vier oefeningen. 30 seconden ben ik. We gaan beginnen met 30 seconden plank plus heuprotatie. Dat wil zeggen, we komen in de plank en we draaien van links naar rechts. Tweede oefening is de cobra. We liggen op onze buik, tenen op de vloer en kom zo ver als je kan. Hoofd terug. En kom zo ver als je kan. Navel in, buikspieren uitspannen. En dan gaan we naar de bridge. Eventueel weer je rug erbij. Voeten bij je billen. Armen zijkant. En tik. Bovenin, je billen samenknijpen. En naar onder. Bovenin, samenknijpen. Dat is de bridge. De laatste oefening is een crunch. Op. Lukt het niet met je nek, ga je hielen aantikken. En dat gaan we al drie rondes doen. 30 seconden de oefening. We gaan beginnen met de plank. Was hier een mortaal is een workout. Workout wizard. Kom hier, klaar. Klaar staan. Links, rechts, links, rechts. Hou vol. Nog 15 seconden. Op
bovenin de billen samen knijpen. Kom op. En ga er maar. Gaan we weer een rondje. Op. Hou vol. Naar voren. Rugrichting. Kom, door. Kijk naar één slagpunt op het plafond. Ja, goed. Normaal hebben we het terug, dat weet ik niet. Maar zo net het laatste rondje. Dan zit het erop. En omdraai het lang met rotatie. We zijn klaar. Mag ik jullie hartstikke bedanken en volgende week komt er weer een nieuwe. Beloofd. Fijne dag allemaal. Doei.